televisies achterin, voor de kinderen handig. De bekende iDrive werkt ook perfect. Camera's voor, achter, in de zijspiegels. Een mega sky window, zoals ik dat noem. Vandaag rijden wij voor Mr. Wheels in de nieuwe BMW X5, de derde generatie inmiddels. Ik heb zelf ooit ook een X5 gereden in 2000, de 4.4 8-cilinder, was een waanzinnige auto. Daarna is hij opgevolgd door de tweede generatie, alweer een heel stuk mooier. Maar deze derde generatie is echt lekker dik, mooi gestroomlijnd, echt, ik vind hem weer heel geslaagd. Nou, het onderstel is adaptief. Je hebt diverse standen. Sportstand, Sport Plus stand, allemaal toestanden zeg maar. Ook nog een eco-stand, die gebruiken we bij voorkeur niet, tenminste ik. De comfortstand vind ik hem een beetje wat deinend overkomen, dus we rijden vooral in de sportstand. Ja, dan rijdt hij best goed, best strak, dus best wel een beetje sportief. Ja, bij die sportievere wegligging hoort mijns inziens natuurlijk wel een wat dikkere motor. Dus ja, bij voorkeur natuurlijk de X5 M50D met de 3 turbo's. Deze 4-cilinder moet best wel goed werken. Je hoort hem ook best wel zeker van buitenaf. Maar ja, daar heb je wel die zuinigheid die er tegenover staat. Duitse degelijkheid natuurlijk weer van binnen. Prachtig interieur, in nappa bruin leer, dashboard, stoelen. Hij heeft een houten afwerking met relief erin, vind ik persoonlijk erg mooi. Head-up display, Harman Kardon geluidssysteem, perfect geluid. Televisies achterin, voor de kinderen handig. De bekende iDrive werkt ook perfect. Camera's voor, achter, in de zijspiegels. Een mega sky window, zoals ik dat noem. Helemaal naar achter. De zonnescherm wordt ook opgerold achterin, zodat hij helemaal naar achter kan. Echt ruimtelijk. Kortom, de Duitsers hebben het weer geflikt. Niets op aan te merken in dit interieur. Perfect in orde. Nou, zoals je kan zien is deze auto prachtig uitgevoerd in sparkling brown metallic. 19 inch velgen. Dat ziet er onder deze auto een beetje klein uit. Het lijkt net een beetje of het 17 of misschien 18 is. Ik had zelf bij de eerste generatie X5 19 inch velgen, zag er waanzinnig dik uit. Zeker met de treeplanken die deze ook heeft als optie. Maar ik zou persoonlijk voor 20 en misschien wel 21 inch gaan. Maar verder, bruut en dik en zeker van voren ziet het er heel gaaf en heel stoer uit.